otra vez. Aquí la tengo otra vez, diciendo que quiero otra vez. Een hele goede morgen, lieve kijkers. En we worden vandaag wakker. Oh, kijk wie daar loopt. Oh, we worden vandaag wakker met fantastisch weer. Heerlijk. Kijk het tv. Zonnetje schijnt, strak blauwe lucht. Het is ook gelijk warm. Ja, het is echt niet normaal. Ik moet eigenlijk zo meteen beneden gaan beginnen. In de keuken, daar moet ik het plafond gaan stuken. En daar sta ik dik in de schaduw. Tenminste, in de schaduw, daar is niet eens licht of zo. Ik moet af en toe stenen pakken, maar ik denk dat ik steen voor steen ga pakken. Ik kom vaker buiten. Ja, want jij gaat daar zo meteen de tegelvloer leggen. Ja. En hier liggen wat stenen. Dus jij denkt, ik ga dan elke keer gewoon even één steen halen. En dan blijf ik hier even 5 minuten staan. En dan denk ik, oh, pak weer even een stukje zon mee. Koffie, en weer een steen. Het wordt wel heel lang dan de vloer. Ja, het wordt wel heel lang dan, ja. Maar die vloer wordt sowieso lang, want het is ook een lange vloer. Maar vandaag ga ik ook weer naar Loenar. Naar Vera toe. Dus vanmiddag, aan het einde van de middag, dan, als we hier klaar zijn, dan ga ik mijn spullen pakken. En dan ga ik met de camper weer 2 uurtjes die andere kant op. En dan ga ik weer lekker wakeboarden het hele weekend. En jij bent even de rikkler aan het schoonmaken. Behoud van het materiaal. Toch? Ja. Hé, hey, en gisteren, laat even zien wat jij gisteren nog hebt gedaan. Want dat hebben de mensen ook nog niet gezien. Want het is eigenlijk nu, is het, ik wil niet zeggen af, maar het stukwerk is af. Nou ja, daar nog een heel klein stukje dan. Maar ja, je ziet wel eigenlijk alles gestuurd. Alleen de kopse kan nog. Ja. We gaan natuurlijk hier verder naar beneden. Ja. Maar in deze ruimte, vooralsnog. Wat heb je gisteren nou nog gedaan? Ik heb gisteren gedaan door het kozijn heen. Oh ja. En deze pilaar hier. Omhoog. De zijkant van het muurtje moest nog gedaan worden. Dat ja. Oh, hier aan de binnenkant, ja. Ja. En dit hebben we 2 rechte lijnen, dit afstukken. Ja. Ja, de vloer helemaal schoongekrapt. Oh ja. Helemaal klaargemaakt, alles klaargelegd. En dan nu beginnen met de vloer. Dus dan loopt hij zo vanaf het terras. En dan straks helemaal door naar binnen. Oh ja. Gisteren liep ik hier naar boven en toen zag ik dat ding liggen. En ik heb die betonnen vloeren hier gelegd. En toen dacht ik zo. Hij is. Was dat binnen? Nee, hij is gewoon waterpas. Hij is redelijk waterpas, ja. Nou, daar ben ik wel tevreden over dat ik dat zag. Nou, dan is het voor jou ook makkelijker om te leggen, die tegels natuurlijk. Ja, en gisteren heb je dit ook nog gedaan, volgens mij, hier zo omhoog. Want dat was ook nog niet gedaan. Ja. En dit heb je echt op z'n rustiek gestuukt, want die muur die loopt zo scheef. En dat kunnen jullie ook wel zien. Het loopt echt helemaal zo'n lijn. En eerst had ik me daar nog een beetje mijn bedenkingen over. Dat ik dacht van, komt dat wel goed? Dat hebben we hier eigenlijk ook. Kijk, is ook een beetje eigenlijk apart. Maar toch is het wel, het heeft iets of zo. Het is echt Spaans. Ja, want dit is vrij strak. Ja. Als we het nieuw gemaakt hebben. Ja. En dan is het wel leuk om dan Spaanse, ja, zo'n beetje Spaanse details te hebben. Ja, maar je moet wel. Kijk, en jij hebt deze lijn, die heb jij helemaal ook strak waterpas gemaakt. Kijk, en die lijn daar zo, die loopt dan gelijk met deze lijn. Je ziet dat niet heel goed, omdat er veel licht van buiten komt. Maar dan heb je zo 2 strakke lijnen, zeg maar, tegen elkaar. Dat ziet er ook wel nice uit. Een mooie dakterras zo met je slaapkamer als je dan 's ochtends wakker wordt. Ja, want hier komt dan het bed te staan. Ja. Nou, dan word je dus wakker. Dan heb je die tegelvloer, die is dus ook hier. Straks alles wit geschilderd of een andere kleur. En dan word je dus wakker, dan kom je zo je bed uit. En dan heb je hier zo 2 openslaande deuren. Dan kom je hier het terras op. Dan heb je hier een douche. En dan loop je zo naar het einde van je terras. Dan kan je hier lekker gaan zitten. Of je kan hier lekker gaan zitten. Hier is een hele lange bank gemaakt. Of je kan hier natuurlijk lekker je terrasstoel neerzetten. Wat je natuurlijk zelf wil. Kijk, en dan heb je zo mooi uitzicht. En als je dan daar kijkt. Daar net tussen die 2 bomen door. Daar kan je de zee zien. Die boom moet alleen nog om. Even omzagen. Ik denk niet dat als mensen dat horen op YouTube, dat ze zeggen, nee joh, zonde van de natuur. Ja, dat is natuur genoeg hier. Ja, dat is wel zo, ja. Maar ja, aan de andere kant, het houdt ook wel een beetje je privacy hier. Ja. Dat is ook wel weer zo. Ja. Dat is gewoon heerlijk. Ja. Ik loop even naar beneden, want moeders die is beneden alweer van alles aan het regelen voor Edwin en Karin in huis van het water.
Want dan komen ze binnenkort nieuw water, waterleiding aansluiten. Volgens mij volgende week. Lukt het? Komt het zien. We moeten van alles halen, net zoals we toen bij ons gehaald hebben. Ja. Hasta luego. Hasta luego. Het kastje. Ja. De nieuwe aansluitingen, zoals bij de buurvrouw. En we moeten Manolo bellen. Ja. Want Manolo moet een arqueta maken. Ja. Gelijk. Want die zit eronder. Dat als de leiding verstopt raakt, dat ze hem van buiten door kunnen spuiten en door kunnen steken. Want dat hebben Edwin en Karin ook nog niet. En afvoer. Ja, dat ja. Is dat. Een arqueta. Ja, oh ja, ja, zo'n rondje. Die wij ook hebben. Ja, ja, ja. Ja. Studio, oh ja, ja. Die moet ik even bij Arsenio halen. Ja. Die heeft ze. Ja. Maar dat mogen we pas doen. Maandag of dinsdag komen ze een nieuwe leiding aanleggen. Ja. Met een nieuwe afsluitdop. Ja. En dan moet de arqueta ernaast komen. Dus ik ga Manolo er even voor bellen. Ja, want die had dat vorige keer ook netjes Manolo gedaan. Manolo die heeft dat bij ons ook gedaan. Dat is, ziet er super netjes uit. Ja. Ah, super. Dan weet ik wat ik nodig heb. Dit wordt allemaal nieuw en hier moet een kastje. Maar dit moet ik er wel alvast in zitten, hè, voor het zou komen. Wat? Die kast moet er al in zitten. Nee, je moet het uitwikken. Dat het erin past. Dat het erin past. Dat het kast en erin zij past. Zij zetten het erin. En dan halen hun hem los. Oké. Okay. Dus dan heb je vanaf maandag of dinsdag geen water meer. Dus dan kan je niet meer douchen. Nou, dan ja, ja, joh, geef jij erom. Ja, ja, ja. Ja, dan moet je. Zet gewoon een paar emmers neer. Ja, maar dan moet je. Water en borden over. Ja. Als Daniel en Jurgen er dan zijn, dan kunnen we. Dus jullie moeten eigenlijk het gat vast even groter maken. Je kan je mondkapje weer afdoen, hoor. Oh, sorry. Je moet het gat vast groter maken dat het kastje erin kan. Want hij heeft mij toen ook zo'n kastje gegeven. Ja, we zijn daar bezig en ik vandaag. Kijk, hier komt dan zoiets eigenlijk als dit. Dat komt dan ook daar. 35%. Ja, nou, die moet je even opmeten. Ja. Vandaag is het maar mij de taak om dit plafond te gaan inzetten en te gaan stukken. Gisteren heeft Edwin hem in de voorstrijk gezet. En de overige gaten, zoals daar. Daar zit een gat. En daar zat een klein gat. En daar zat dus een heel groot gat. Het was helemaal open, want we hebben natuurlijk ook die afvoer van de badkamer. Die hebben we natuurlijk zo gemaakt. En die hebben gisteren dus over het plafond heen gevist met een elektriciteitsdraadje. En dat koofje had ik natuurlijk ook al volgens mij eergisteren gemaakt. Dus die heb ik ook nu gemonteerd. Dus ik ga nu zo meteen eerst even stuksel aanmaken in mijn zelfgemaakte bak. En dan gaan we het plafond inzetten. En ja, misschien zet ik hier de rest ook nog wel in. Moet even kijken hoe ver ik kom. Maar dan gaan we weer lekker stukken. Lekker zin in. Lekker net voor het weekend. Ah, hij is lekker goed opgedroogd, die voorstrijk. En dan gaan we gewoon het plafond inzetten. Ja, ja. Hoppa, ja. Zo, we kunnen gelijk hem even naar beneden zetten. Zo'n verschil met vorige week. Ik wou zeggen gisteren, maar met vorige week. Vorige week had het natuurlijk regen. En er was helemaal geen zon. Er was elke keer bewolkt. En dan in de middag trok het helemaal dicht. En nu, als die zon dan doorkomt. Ik zei het net ook al. Is echt zo lekker warm. Het is eigenlijk bijna gewoon te warm in de zon te werken nu. Als je dus nu in de zon moet werken. Ik denk niet dat het lekker is eigenlijk. Dat het dan weer te warm is. Dan moet ik het ook aan. Ja. Nee, maar ik voel het nu al. Die grens ligt precies hier. Lange broek, korte broek. Ja, als ik daar nu al in de zon sta, een paar seconden, dan krijg ik het al gewoon niet benauwd. Maar wel dat ik denk van, nou, dan moet ik niet te gaan werken nu. Dat is niet lekker. Dus eigenlijk alles afgemeten. 1 fles water, 5 flessen water. Ja, echt. Zo, ik heb zelfs stuksel in mijn baard zitten. Oh, en ik heb ook met mijn handen lekker aan mijn neus gezeten. Dus het lijkt net alsof ik wat anders gedaan heb. Maar kijk, ik heb hier natuurlijk de rij. En ik heb natuurlijk net alles ingezet. En nu ga ik dus rijen uitvlakken. Maar ja, dat weet jullie onderhand wel. Want ik heb dat al zo vaak verteld. Hoe dat in zijn werking gaat, dat stukken. Dus we gaan lekker rijen. En misschien zo even een bakje koffie. Ed? Ja.
Als we uitgereden zijn. Als we uitgereden zijn. Ja, tijdens het rijden kan ook, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Ja, maar tussen het rijden door moet je ook koffie, want anders gaat je in, hè? Ja, precies. Hoe lang is het dan? Kijk, daar ga je de fout in. Daar ga je de fout in. Het zit erop voor vandaag. He, wat een dag zeg. En het plafond is klaar. Mijn vader is begonnen met de tegeltjes. Kijk, en misschien hebben jullie zitten kijken naar die tegeltjes en denken, wat is hij nou aan het doen? Of wat heeft hij nou eigenlijk gedaan op zo'n hele dag? Nou kijk, volgende week, dan gaan we natuurlijk verder. Het is nu weekend. Maar dit scheelt zoveel werk en dit is eigenlijk een hele grote voorbereiding. Want wat hij dus gedaan heeft, hij heeft die aan die waterpas gemaakt. En volgens mij had ik dat al gezegd. Maar dat is dus voor volgende week heel makkelijk. Want hij heeft dus aan al die kanten heeft hij al die lijnen zo perfect gemaakt. De waterpas, dat alles aan één stuk gelijk loopt. Dus volgende week, kijk, dat kan ik even laten zien. Dan pak je dus deze. En dan ga je dus hier bijvoorbeeld beginnen, aan het begin. Kijk, en omdat deze nu waterpas is, gelijk aan elkaar, dan leg je hier een lijn. Dan doe je daar de steentjes neerleggen. Dan pak je deze en die leg je dan erop. En dan hamer je op dat ding totdat deze eigenlijk weer gelijk loopt aan die en aan die. Dat hier dus die onder geen ruimte meer zit, zoals daar ook. Dat het helemaal gelijk is. En zo ga je dan langzaam naar achter toe werken en ga je het opvullen. Dus dat scheelt een hele hoop werk. En ik heb het vorige keer ook gedaan op het terras. En ik weet wat een hoofdpijn het is. En in even op je knieën zitten. Dat is echt wel even een klusje. Dus denk niet van, hij heeft vandaag heel weinig gedaan. Heb maar een paar stenen neergelegd. Nee, dit is eigenlijk het meeste werk. En volgende week is het gewoon opvullen. En dan, nou ja, waarschijnlijk is het dit al binnen een dag af. Dus dan kan het echt heel snel gaan. Kijk, en dat zijn dan de stenen die we over hebben en in die kruiwagen. Ik loop even naar beneden, dan laat ik jullie even het plafond zien. Kijk, en ik heb dit dan nog niet gedaan, dit niet en dit ook niet. Dat ga ik ook volgende week doen. Kijk, en dan loop ik naar beneden. Ik heb ook al alles aangeveegd. En kijk eens, het plafond helemaal strak zit hij erin. Nou, dat is ook weer klaar. Dat was nog wel een flinke klus. En met het spul duurt het ook heel lang. Kijk, nu zie je het ook hoe hij glinst helemaal. Kijk eens even. Hij is echt goed gelukt. Hij is weer mega strak geworden. Ik ben echt zelf weer super tevreden. Want ik ben normaal best wel kritisch over hoe ik het doe. Maar echt, je kan het zien door het licht. Hij glimt helemaal. Picobello. Dus volgende week gaan we deze muurstukken naar beneden. Of ik ga hier vast met de tegels beginnen. Nee, ik ga eerst alle stukken. En dan gaan we ook hier de tegels leggen. En dan worden hier nog muurtjes gemetseld worden voor de keuken. Maar het is nu weekend. Dus ik ga nu even de spullen die nog buiten staan, die ga ik even naar binnen toe brengen. En dan ga ik naar huis toe lopen. Mijn vader is al naar huis toe. Die is even een eitje voor ons maken. En dan ga ik nog even mijn laatste spulletje bij elkaar pakken. En dan op naar beneden, naar mijn camper toe. En naar Lunar. Gedoucht en wel. Spullen in de camper. Dan gaan we naar Lunar. Ik heb er wel weer zin in. Ja, je hebt alweer je sportkleding aan. Jij gaat zo lekker sporten, hè? En dan ga ik een workout doen boven. Ja, je gaat niet bij de sportschool, maar je gaat... Want de sportschool was ook open. Ja, dan ga ik volgende week weer in. Oké, ga ik met je mee? Ja, lekker. Ja. Toppie. Nou, plezier. Ja, ik rij hem eruit. Ja. En dan moet ik hem weer uitdoen en dan moet ik weer het hek op slot doen. Yo! Yo! Nou, de camper loopt alweer. Kijk eens even. Kijk, wat jullie misschien niet wisten van deze camper is dat... Zo oud is die, dat je zo moet schakelen. Kijk, normaal gesproken schakel je natuurlijk zo. Naar 1, naar 2. Maar hier moet je dus zo schakelen. En kijk, de handrem zit niet hier, maar de handrem zit links. Dus, in zijn 1. En we gaan hem draaien, draaien, draaien. Oh, er zit ook geen stuurbekrachtiging op. Dus dat is ook altijd wel leuk. Kijk wie daar rijdt. Ja, ja. Ik weet niet of je het ziet. Daar boven de zilveren bus. Haha, nu ziet hij mij ook. En ik ga de tunnel in.
Ik ben ondertussen alweer een klein uurtje onderweg. Dus ik moet nog een uur. En de zon is ook al achter de bergen ondergegaan. En dat kun je ook wel zien. Want het wordt steeds donkerder nu. Het is nog wel licht, maar de zon is weg. Dus we moeten nog een klein uurtje. Ik denk dat ik in het donker aankom. En dan zijn we bij Lunar. En dan ga ik even de camper neerzetten. En dan ga ik natuurlijk editen. Maar ik ga eerst nog even bij de jongens naar boven. Maar ik ga nu even opletten. Oh, ik ga even opletten op de weg, want het is best wel een beetje druk. Maar nog even een klein stukje en dan zijn we er. De weg is dus afgesloten. En ik, daar is dus Lunar. En ik moest dus deze weg nemen om bij Lunar te komen. Ik weet nog niet of ik hier naar rechts moet. Of volgens mij moet ik gewoon rechtdoor. Maar het is echt niet normaal. Die weg is helemaal onverhard. Er zitten super veel gaten in. En die andere weg is dus helemaal afgesloten. Dus ik moet er helemaal omheen rijden. Maar echt, ik rij al, ik denk al een kwartier of 20 minuten langs de andere kant van de Rambla. Om bij Lunar te komen. Dit is echt zo irritant. Vooral met een camper van 35 jaar oud. Is dit niet de meest comfortabele weg. Kijk even deze gaten hier, joh. Oh, man. Kijk eens even. Een lekkere pasta carbonara. Op het gezellige kookfornuisje. Ik ben in de tussentijd aangekomen bij Lunar. En ben lekker de pasta aan het koken. Ik ben er nog even boven geweest bij de jongens. En ik had nog honger. Ik dacht, ik zet gewoon even een pastatje op. Gezellig. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien. Ik heb hier iets beter licht. Maar goed. Ik ga lekker wel de vlog afsluiten. Want ik ben echt super moe. En het was natuurlijk weer een lange rit, ook 2 uur lang met die camper. Dus 2 uur is eigenlijk niet veel, maar met zo'n camper is dat toch wel na zo'n werkdag dat je denkt van, nog even helemaal heen. En dan nog het hele weekend wakeboarden. Nee, het is allemaal hartstikke leuk hoor. Maar ik ga wel de vlog afsluiten. Dus als je dit een leuke video vond, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder zeker even niet te abonneren, heel erg belangrijk. Schrijf even een leuke reactie. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Toedels!